Ik sta hier in het Huske in Apeldoorn en hier worden straks de Groene Linkjes 2017 uitgereikt door GroenLinks. Er zijn vier winnaars en deze zijn aangedragen door mensen uit hun eigen omgeving die vonden dat zij net even dat extraatje verdienen voor alle initiatieven die ze hebben om Apeldoorn zo groen mogelijk te houden. We zijn benieuwd wie de winnaars zijn. We hadden heel veel nominaties en de selectiecommissie heeft deze mensen eruit gekozen. En het grappige is dat het uh, drie mensen zijn die iets in de openbare ruimte doen, en de vierde is een ondernemer. Je zei, er zijn heel veel aanmeldingen geweest. Ja. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Uh, wij doen altijd uh, ruim voor een oproep in de social media, de krant, en uh, dat mensen iemand kunnen nomineren voor Groenlintje. En ja, dat gaat uh, goed. Ieder jaar uh, krijgen we aardig wat aanmeldingen. En half mei is de termijn gesloten. En op dat moment uh, heeft de selectiecommissie uh, bepaald door middel van uh, blind stemmen wie uh, in aanmerking kwamen. En degene die het meeste punten haalde, die uh, hebben wij dit jaar uitgenodigd. Wat maakt deze vier zo uniek dat zij dat linkje verdienden? Uh, nou ja, sowieso uh, de drie mensen die iets in de openbare ruimte doen of, of voor. Uh, André voor uh, Loene Energie Neutraal. Dat is echt heel bijzonder hoe hij dat op de kaart weet te zetten. Uh, uh, de meneer van uh, Zuidbroek die is aangedragen door een uh, stadsdeelmanager. Zo van. ...joh, misschien kun je die man eens in het zonnetje zetten, het is ongelooflijk wat hij doet. En hetzelfde geldt ook voor de meneer van Schoon Orde, die toch jarenlang al een hele groep activeert om afval te ruimen. En net als andere jaren hebben we ook dit jaar een ondernemer gekozen. En ja, Richard van Tulper vinden wij prachtig dat dat bedrijf in Apeldoorn zit. Waarom heb je dat lintje gekregen? Ja, het was voor mij in ieder geval ook een, een verrassing. Maar ik denk uh, dat ik het lintje heb gekregen omdat ik uh, met tulpen actief ben om uh, plastic afval uh, te voorkomen. En dat doe ik door uh, mensen er bewust van te maken uh, wat de gevolgen en de oplossingen ervoor zijn. En daarnaast uh, door producten op de markt te brengen als alternatief voor uh, wegwerpplastic. En ik denk dat uh, de mensen van GroenLinks dat uh, hebben gezien. En uh, ik was wel verrast dat ik, dat, uh, dat ik hier mocht komen een speldje mocht komen halen van een lintje. Ja. Die bewustwording die je um, wil laten zien, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Dat gaat in zijn werk doordat ik bij scholen het gewoon vertel. Ik geef lezingen op scholen over plastic afval. Wat je kunt doen om dat te voorkomen, maar ook wat de gevolgen ervan zijn voor de oceanen. Plastic soep, dat daar, voor het ecosysteem, dat daar wat de gevolgen ervan zijn. En, ook, en dan laat ik scholen ook meedenken over oplossingen om te voorkomen. En daarnaast de producten die ik zelf te verkoop, want Tulper heeft drinkflessen. Uh, in de drinkfles zit altijd een uh, message in een bottle. En daar zat het verhaal op over uh, uh, wat het gevolg is van, uh, van afvalplastic. Je bent nu nog actief onder de naam Tulper. Ja. Dat gaat veranderen. Ja. Uh, hoe zit dat? Ja, dat is een, wel eerlijk gezegd een beetje noodgedwongen. Uh, ik, uh, mijn naam Tulper. Dat vonden mensen van Tupperware uh, te veel lijken op, uh, op die mer uh, merknaam. Uh, tupper, of tulper Tupperware. Ik had een rechtszaak kunnen overwegen, maar dat zou in ieder geval twee jaar duren. En advocaten hebben mij verteld van uh, doe dat maar niet, want je kunt die rechtszaak ook verliezen. En twee jaar en een hoop geld kwijt, daar zit je ook niet op te wachten. Dus ik, uh, ik ga hem binnenkort veranderen. Uh, de letters blijven hetzelfde. Maar de ER achter tulper of achter tulper die verhuizen naar voren. Dus dan wordt het geen tulper, maar retulp. Dus dat wordt een nieuwe naam. En wat voor plek krijgt het groene lintje op je kantoor? Uh, nou, ik ga hem in ieder geval op mijn bureau zetten en ik hoop hem daar uh, zo lang mogelijk uh, te houden. Waarom heb je dat linkje gewonnen? Uh, nou ja, goed, uh, zoals de organisatie zei, zijn we in Loenen heel erg druk geweest met uh, verduurzamen, uh, zonnepanelen plaatsen, uh, huizen isoleren. En uh, ja, wat ik toevoegde was dat we ongeveer al een miljoen aan investeringen hebben gedaan de laatste drie jaar. En daarbij een, ja, echt een flinke slag hebben gemaakt met de verduurzaming. Ja, nou ik wil nog toevoegen, gemiddeld genomen hebben we in Loenen per inwoner twee keer zoveel zonnepanelen of, of zonne-energie als, als de hele gemeente Apeldoorn op dit moment. Dus dat is een flinke slag. Een van de aspecten die naar voren kwam was de afkorting fiets. Zou je in het kort kunnen uitleggen wat deze afkorting betekent? Eén woord voor vijf elementen die belangrijk zijn bij de verduurzaming: de F staat voor financiering, het moet allemaal betaald worden. De I staat voor institutioneel. De regelgeving moet de ruimte bieden om de dingen te kunnen doen die je, die je nodig acht. De E staat voor economisch. Het moet economisch rendabel zijn, terug te verdienen zijn. De T is voor de techniek. De techniek moet het ook toelaten. En de S is voor het sociale proces. Als je, nou, als, je als dorp wil verduurzamen, dan praat je ook over sociale uh, processen. Die, die, dat je met z'n allen zorgt dat het beter wordt. En wanneer is Loenen helemaal energie neutraal? Ja, dat is natuurlijk niet helemaal aan mij, hè? maar uh, we hebben gezegd uh, de, de wereld die, die mikt op 2050. Hè? Europa wil bijvoorbeeld 99% energie neutraal zijn uh, in, in 2050. Uh, als je dus wil versnellen moet je ruim daarvoor zijn. Dus we mikken nu een beetje op, op 2035. En dat is ook weer een beetje in lijn met het Gelderse Energieakkoord, waarin ook uh, dat soort uh, data genoemd zijn. Dus dat is nog een kleine 20 jaar. Hele, dat is nog een hele weg te gaan hoor. De andere gedecoreerden waren Dick Verboom, die als inwoner van Orde samen met een groep vrijwilligers. onder andere week vanuit het pluspunt de omgeving ontdoet van allerlei zwerfvuil. En Jan Bulthuis, die zich in de wijk Zuidbroek inzet voor natuurontwikkeling. en samen met het IVN veldkennis biedt aan kinderen van de basisschool. De dertiende keer nu. Uh, dus er komen ieder jaar wel weer nieuwe initiatieven die uh, een groen lintje verdienen. Ja, want we vallen ook ieder jaar weer af. En er zijn ook soms mensen die het gewoon dan uh, nog een keer proberen. En misschien is de, bij de tiende uitreiking hebben we het heel groots gedaan. In de tuin van het Achterom en alle uh, mensen die een lintje hadden uitgenodigd. Misschien moeten we dat over twee jaar bij de vijftiende keer maar weer doen. Lijkt me een goed plan.